Start vrij. Start vrij, dames en heren, voor deze vierde koers championnat de Trotte France. En dit is de Grand Prix Jan Offerberg. Een eerbetoon aan Jan Offerberg die thuis zit te kijken. En hij zal ook gezien hebben dat de Timoco-kleuren in deze koers favoriet zijn. Dat zijn de kleuren die worden gedragen door Stefan Schoonhoven. Paard nummer 14 is dat, Udia Renja. Het is 100 meter van de start. De start is gevallen. Start valt en nu Fario de Klaarbek doet precies wat Sven Schaal zei. Nummer 5, galop. Hij neemt de leiding, Ufario de Klaarbek. Op de tweede plaats, Sumina Yumi, die gaat gelijk inparkeren. En daarachter dus die galoppaarden van nummer 5, die wordt aan de buitenkant genomen. Naar plaats 3 aan de relingzijde komt Voron of de Pen. Tom de Cordeville laat zich terugzakken. En aan de buitenzijde is al naar voren aan het gaan, Uno de Villeneuve. Gilles van de Putten wil ook graag de leiding hebben, maar dan zal hij flink door moeten stappen, want Sven Schraal gaat niet op hem wachten. Die ligt vooraan met Ufario de Klaarbek. Ufario de Klaarbek, die haalt het tempo nu iets uit de koers. En als je dat doet, dan weet Sven Schraal ook wat er komt, want dit paard kent hij ook heel goed. Dat is Uno de Villeneuve, daar heeft hij ook al mee gewonnen. Die zal die waarschijnlijk proberen tegen te houden, maar hij weet ook dat het vrij kansloos is als hij echt door blijft drukken. Twee ronden te gaan nog. Ufario de Klaarbek aan de buitenkant, Uno de Villeneuve. Daarachter volgt dan op plaats 3 de nummer 3, en dat is Farsi de la Loge met aan de binnenzijde daarnaast Umina Yumi. Die loopt iets minder meters. Dan valt er een gaatje naar voren of de Pen. Die wordt binnendoor ingehaald door Twitel. En daarachter zijn er wat probleempjes voor de nummer 8, die Tom de Cornaville heet en die naar het derde spoor probeert te gaan. Zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde in. We kijken nog even verder in de staart van het veld. Daar zitten toch ook nog wat kanspaarden. Maar vooraan geven ze zoveel gas dat voorlopig van inlopen geen sprake is. Aan de redelijkzijde nog altijd Ufario de Klaarbek. Staat onder druk van Uno de Villeneuve. En daarachter Umina Yumi krijgt een koers op maat. Daarachter volgt Voici de la Loge. Tom de Cornaville nu vijfde. Zesde is Twitel. En de zevende plek is voor Valicia de Mei. Achtste plek is voor Voron of de Pen. Die valt nog iets verder terug. Wordt nu binnendoor ingehaald door Utopiste Manoir. En aan de buitenzijde daarnaast gaat nu door het derde spoor naar voren de nummer 14. Nee, dat is niet de nummer 14. Dat is de nummer 10. Dat is Vitalco Perron. Dat is een paard dat we hier nog niet eerder hebben gezien in Wolvega. Maar hij laat zich vandaag aardig zien in dat derde spoor. Gaat proberen naar voren te komen. En vooral dat duel om de leiding. Dat is nog even doorslaggevend. Dat gaat nog steeds door. En nog altijd die Belg aan de buitenzijde. Die vol gas geeft en er nu aan voorbij lijkt te gaan. Maar weer komt Ufario de Klaarbek terug aan de relingzijde. En zo gaan ze de laatste ronde in. Ufario de Klaarbek aan de buitenzijde. Uno de Villeneuve met z'n tweeën nu iets voor Umina Yumi. Daarachter Voici de la Loge. Daarachter volgt dan aan de relingzijde Valicia de Mee. Die loopt heel mooi binnendoor met Johan van Dooyenweert. Daarachter is het Tom de Cornaville. En de andere paarden die hebben het allemaal moeilijk op dit moment. Atomic Seven ligt voorlaatste. En de laatste plaats op dit moment is voor de nummer 11 Unica Toe. Zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde in. Udia Renja ook nog in het achterveld. En zo zijn die paarden in de rechte lijn overzijde. Leiding nog altijd in handen van, maar nu niet meer. Nu is hij overgenomen. Ufario de Klaarbek heeft het een beetje moeilijk. En het is Ufario de Klaarbek die terug is gevallen. Leiding is overgenomen door Uno de Villeneuve. Uno de Villeneuve aan de buitenzijde komt nu naar voren Tom de Cornaville. Dennis Minema was niet blij met het startnummer. Hij zegt een onmogelijk nummer, maar hij komt er wel aan de buitenzijde. Zo zijn ze halverwege de laatste bocht. Uno de Villeneuve aan de buitenzijde. Tom de Cornaville. Helemaal uit de buitenzijde komt nu ook naar voren Atomic Seven. En zo komen de paarden in de laatste rechte lijn. Atomic Seven gaat heel sterk aan de buitenzijde. En de leiding wordt nu overgenomen in het midden van de baan door Tom de Cornaville. Daar komt Atomic Seven aan de buitenzijde. Atomic Seven laat het op speed aankomen. Tom de Cornaville heeft geen speed. Atomic Seven wel. Een 1-1 is 2. Daar komt hij aan. Atomic Seven neemt over en gaat winnen. Tweede plaats. Goed gelopen. Tom de Cornaville. Derde Uno de Villeneuve. En vierde is Udia Renja. Meer zat er vandaag niet in.